En we hebben gekeken naar die prijzen. We hebben gesproken met ondernemers. Ja, de VAP is een grote organisatie. En de VAP heeft ook grote ondernemers. En met die hebben we ook gesproken. En wat blijkt? Dat de prijs van import op dit niveau is. En de prijs van de producten in de winkels, die zijn sky high. En de vraag is, hoe gaan we dit oplossen? En het blijkt dat er schakels zijn die daar zorgen voor die reële stijging. Maar er zijn ook schakels die zorgen voor woekerwinsten. Die zorgen voor een stijging van een prijs die niet rationeel is, die niet eerlijk is en die niet gerechtvaardig is als je gaat kijken naar de winst die men normaal zou moeten maken. En daarom hebben we een paar maatregelen getroffen. We hebben de VHP uitgenodigd. Ik heb als president de VHP uitgenodigd. En hun gevraagd op basis van hun verantwoordelijkheid, namelijk dat ze meer zijn dan een politieke organisatie, die verantwoordelijkheid te gaan nemen om te zorgen dat die producten rechtstreeks van de importeur gebracht worden naar de consument. En u ziet het wat er gebeurt. De prijzen kunnen met meer dan 50% omlaag. Maar het begint nu al impact te hebben op de daling van de prijs van vele producten in de winkels. Maar broeders en zusters, één ding ga ik u wel zeggen. En die winkeliers gaan misschien boos worden. En heel wat importeurs gaan ook misschien boos worden. Als die prijzen niet structureel gaan dalen in die winkels, dan gaan wij als VHP ervoor zorg dragen dat we niet alleen komende week, de komende maanden, komende jaren constant onze producten naar de man gaan brengen tegen goedkope prijzen totdat alles omlaag gaat. En we gaan het doen. En ik roep aan ieder op om mee te werken op basis van sociale rechtvaardigheid, op basis van solidariteit. Nou, geen crisis hoe dit. Die crisis gaat niet altijd zijn. Ik heb al aangegeven welke van die crisis wij nu al beheersen. Samen kunnen het volledig beheersen dat die economie weer stabiel wordt. Dat die koopkracht weer daar stevig is in ieder gezinshuishouding. En dan kunnen we weer goed gaan leven. En dat is wat we willen.